Ze zijn er weer, Johanna Alagonda en Johanna Wilhelmina Carolina. De wel edelgeboren dames uit 1674. Na de vestingstedendagen in 2018 vielen ze in een diep gat. Reden genoeg om ze op te zoeken. Wat heb jij eigenlijk gedaan de hele jaar? Ja, helemaal niks. Gewacht. Ik heb alleen maar gewacht. Ik ben van haar moe gaan werken. Ja, ik ook. Ik viel me toch in een gat, jongen. Ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Het was zo stil en leeg. En ik had echt, ik wil gewoon meer. Ja. Maar ik moest wachten. Ja. Tot 7 april. Oh ja. En dat is bijna. Godzijdank, ik was echt al bang dat er niks zou gebeuren. Dat dacht ik. Maar hebben we toch veel lol. Nu. Al. Weer. Bijna. Alleen al met dit. Moet kijken wat een uitzicht. Ja, echt. Oh. Dit is eigenlijk het mooiste stukje van de handpoort, hè? De achterkant. Zo jammer dat niemand er ziet. Alleen wij. Ja, is leuk. Ons ding. Dat is echt? Ons bordesje. Ja. Dat is mooi van ons. Weet je nog hoe het moest? De wuiven? Ja. Ja, dat weet ik niet meer. Ging het niet zo? Waar hadden nou toch? Ja, ik heb mijn eigen zeer gedaan. Oh, gosje. Ja. En dan hadden we ergens mijn vingers in gezeten waar je niet in mocht zitten. Ja. Dan moet je neus veel gebruiken. Dat is ja, beter. Maar soms is de vinger ook wel goed. Ja, maar goed, wuiven. Zo? Even wuiven. Zo was misschien. Het toch? Ja. We kunnen het nog. Jo. Ja, maar de Alex en Max dan toch weer niet komen dit jaar. Ja, dat weet je toch niet? Nee, we hebben nou Anna en Willem. We hebben ze niet nodig. Nou, dat gaat wel goed komen. De Johanna's zijn weer in topvorm. Ik zou toch zo weer terug willen, hè? Ja, ik ook. Maar, wat? Dat kan. Hoe doe? Wat gaan we doen? 7 april. Niet? Ja. Echt waar? Ja. Wie heeft dat verzonnen? Ja, volgens mij is de koning hier. Och ja? De koning van de kloveniers. Oh, oh. Ja, maar die hebben we al. Is het een jeugdkoning dan? Een klein dingetje. Het is de bedoeling dat er dan een jeugdkoning komt. Om heel zachtjes te wijven, zo inimini wijven. Maar echt een jeugdkoning hebben we dan? Ja. En die gaan we dan eren of zo? Ja, en dan met een mini blije intocht. Nou, ik mag toch hopen dat er een grote blije intocht gaat worden? Ja, maar niet voor zo groot manneke als vorig jaar. Of vrouwke, ho. Oh ja, kan dat ook nog. Dat kan ook een koninginneke worden. Dat is natuurlijk wel heel fijn als er dan heel veel mensen zijn, ook een beetje zoals wij, zo. Historisch gekleed dus, bedoel ik dan. Wij zijn hier stories met kleedjes wel. En dat ze dan allemaal meelopen. Weet ik ook hoe laat? 2:30. Echt waar? Ja, en ze verzamelen hier allemaal bij de handpoort. Oh, dat zou toch heel leuk zijn? Ik was eigenlijk al helemaal bang dat er niks meer zou gebeuren. Ik had de dingel in de mottenballen gehangen. Maar dat hoeft dus niet. Nee. Oh, geweldig. Leuk, hè? Ik word er nou al emotioneel heel van. Ja. Oh. Ik kan het wel. Maar het wordt wel heel gezellig. Zet hier er ook in op perkamentje. En dat ga ik meteen doen. En jij? Ook in mijn iPhone. Ik in mijn iPhone. Oh, oh. Gezellig. Anna en Willem, komen die ook weg? Dat weet ik helemaal niet. We sturen gelijk een postduif. Echt, schrijven die hap dat ja, ze komen. Dat gaan we meteen dat doen. Dat gaan we meteen doen. Nou, kom, we gaan. Ja. Pet, pet, pet. Je vergeet de pet. Kom maar. Nou. Dus noteer, historische spektakeldag op 7 april. Het jeugdprogramma begint om 11 uur en met om 2:30 een blijde inkomst met de nieuwe jeugdkoning of koningin door het historisch stadje Grave. Hi. Had je bijna niet gezien? Nee. Ja, ik heb geen... Ik was niet naar op Ticket Potters geweest. Ik ga op naar Giesbus, dus vandaar. Oh ja, kijk. Ik zag hem wel. Iedereen kan meedoen in historische kledij door te verzamelen bij de handpoort en de kat. Tot 7 april. Waar kom je even aan? Van die kant.